Welkom bij Vlogmas dag 1! Het is Vlogmas! Vlogmas is eindelijk hier! Woehoe. Ik denk dat Thalisa hier nog maar 8 maanden of zo heeft op gewacht. Ja, inderdaad. Wat dus wil zeggen dat we gaan vloggen tot en met nieuwjaar. Niet tot kerstmis, maar tot nieuwjaar. Elke dag. Every day, een vlog van Thalisa TV. Oké, dat rijdt niet zoals ik wou. Wij zijn eten aan het maken, of beter gezegd, Sam is eten aan het maken. Sam, tell us, what you doing? I'm making pancakes. Mm-hmm. Protein pancakes. Oké. Okay. Ja. Volgens ons schema van Dylan. Ja. Wat daar is? Het is een lichte afwijking, maar ik heb wel de waarde afgemeten dat het uitkomt voor ons ontbijtje. Maar uiteindelijk beginnen wij pas morgen echt 100% met Dylan zijn schema's. Dus ja, vandaag... Ja, maar je kunt elke dag al zo goed mogelijk. Wil je ook hey zeggen tegen Vlogmas? Hey! It's Vlogmas! Vlogmas! We hebben hier noten. Protein pancakes. Schema's. Meer schema's. Ja. En daar? Klaargemaakt, sorry. I wasn't looking. Ta-da. Yes. En hier staan... al de herfstspullen, want you guys know what's up, de kerstboom komt vandaag. Ik heb alles eraf gehaald, alles is leeg, de dekentjes zijn in de was, alle kussenslopen zijn in de was, zodat we die kunnen opbergen, dat die proper zijn voor volgend jaar. Al de herfstversiering is helemaal weg, het ziet er zo kaal uit nu, maar straks... Christmas! We gaan eerst eten, dan gaan we naar de supermarkt, alles voor morgen kopen. Voor de hele week. Voor de hele week, bedoel ik. En daarna gaan we naar mijn ouders. Dus de kerstboom is pas voor in de namiddag, maar het is oké, okay, ja. Ik had liever wel een hele dag gehad, maar ik mocht niet, want zo. Nee, echt niet waar. Oké, smakelijk, hè. Smakelijk! Dank je. Oké, we zijn in de Albert Heijn en kijk hoeveel konijn en kijk hoeveel kipfilet en hoeveel kwark, allemaal kwark, monster, 2 grote pakken amandelnoten, volkorenbrood, rijst en het leuke aan Dylan is dat we ook snoep mogen eten zonder vet, dus we hebben snoep, scampi's, vis, kip. Wat hebben we nog? Eieren, 2 grote pakken, 2 grote pakken ananas. Heel veel groenten, zalmfilet. Wat is dit? Rijstwafels. Amai. Oh. En monsters. Sam mag dat niet meer, want die kan geen... Hoe noemt dat wat je niet kunt? Cafeïne verdragen, maar ik wel. Oh ja, die tonijn is echt wel zot. Dat zijn 16 blikken tonijnen. Shit man, en dit is alleen maar voor 1 week, moet je denken. Dit allemaal. We got the goods. Goed job, hè. En hoe lang hebben we erover gedaan? Hoe laat is het? Niet half uurtje of zo. Half uurtje maar, denk je? Ja, alhoewel, ik ben wel echt heel snel. Ja, we zijn toch vrij snel. Ja. Echt een lijstje gemaakt. Bam, maar bam, dat is omdat ik zo snel ben. Nee, jij had wel het lijstje gemaakt, dus dat is goed. Ik ga dit op de achterbank doen. Hè. Ja. Shopping was geslaagd. We hebben alles thuis afgezet. Nog een beetje opgeruimd. Wat zit je aan het doen? Niks. Zeg, in uw neus aan het putten? Nee, dat is niet waar. Je was aan uw lip aan het krabben. Ja, je moet je smeren. Hè. Ik heb ook net gesmeerd. En goed nieuws, we hebben nog heel even tijd om naar de gym te gaan. 3 kwartier is ongeveer. We're gonna do this, hè. Beter iets dan niks, hè. Beter iets dan niks, dat is waar. Gym, check
En nu gaan we naar... Houd je deze fles mee hebben om te vullen? Nee. Nu zijn we bij mijn ouders. Dan gaan we naar binnen om te eten. Oh, ik heb honger. Ja, ja, vult je graag buiten eten? Ja, dat ook. Het zal schijnen. We eten spatula. Yummy. Ik heb een speciale spatula gekregen, wat lijkt op spek. Vind je niet dat het op spek lijkt? Wij zijn terug thuis en dit is één deel van alle kerstspullen. Het zit nog allemaal in zakken en daar is een doos. De kerstboomring waar Milky in zit. En hier staan nog kerstspullen. Shit. En samen zijn kerstboom aan het pakken. Ik denk dat we misschien een beetje veel hebben. Ja. Maar ik ga me eerst douchen. We hebben ook nog even opgeruimd en alles gepoetst. Ça va? Ja. Ziet je het nog zitten? Ja, ja. Hoi. Wat gaan. En dan gaan we eraan beginnen. Maar eerst snel douchen. Ik ben uit de douche ondertussen. Sam zit nu in de douche. Maar ik ga al beginnen met zo dingen als de tassen, de mokken en zo'n dingen. En daarna ga ik met Sam de kerstboom doen. Al deze tassen moeten even gaan. Want die worden vervangen door kersttassen. Maar binnenkort mogen die terugkomen als kerstmis over is. Ik wou Concept Island ook wegdoen, maar ik gok dat Sam die wel wil houden. Dus die mag even blijven staan. Dus hiermee ga ik beginnen. Ik ga gewoon alles in versnelling laten komen nu. Timelapse doen van alles wat we doen. Denk ik. Zijn we klaar? Woehoe. Ik ga jullie onder een beetje laten zien. Maar nog niet alles. En ook niet de slaapkamer. Want dat is voor morgen voor de house tour. In vlogmasdag 2. Maar ik ga jullie nu alle leuke dingen laten zien.
We hebben trouwens matching pyjama's aan. En lippen zijn trouwens echt helemaal ingesmeerd omdat die allemaal open liggen. It hurts. Mijn ook. Ja, oh, dat doet pijn. Ze zijn niet ingesmeerd. Ja, mijn wel. Kijk, vettig. Maar ja. Oké, kom. Ik ga jullie alles laten zien. Dit was Vlogmasdag 1. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook niet te abonneren. Onze soep is klaar. Wij gaan een film kijken en soep eten. En dan gaan we slapen. Ja, dus zeker thumbs up als jullie Thalissa haar decoratie mooi vond. Want ik vind het super mooi. Je hebt ook geholpen, hè? Ja. Je hebt in de kerst gewoon helpen hangen. Dus ja, dat is toch ook goed. Als jullie geen dag van Vlogmas willen missen, duw dan ook zeker op het belletje. Dingelingeling, dingelingeling. Zodat jullie een waarschuwing krijgen wanneer onze vlog online staat. Dus tot morgen voor Vlogmas dag 2. Tot morgen!